Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik sta op het punt om een coronatest aan te vragen. Een collega van mij is namelijk besmet met corona. Ik ben daarmee in aanraking geweest en ik ben verkouden. Dus zeker voel het onzeker. Ik voel me de laatste tijd nog niet helemaal lekker. Maar het zekere voor het onzekere ga ik dus een coronatest laten doen. Ik ga nu online een aanvraag doen. Ik heb ze namelijk al de hele tijd gebeld. Maar er neemt dus niemand op. En dat is gewoon heel erg irritant. Dus ja, ik ga een test aanvragen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga even kijken wat de snelste weg is. Ik heb net een paar keer gebeld, maar ze neemt dus niemand op daar. Omdat het te druk is. Dus ik ben heel benieuwd, maar ik ga eventjes kijken hoe ik het snelste en het makkelijkste een coronatest kan laten doen. Goed, ik dacht ik ga jullie even meenemen in de vragen die je vooraf online moet doen voor een coronatest mag. Tenminste, voor je het aan kan vragen. De allereerste vraag is, heb je een auto of kun je meerijden met een huisgenoot? Of kun je een auto lenen om naar de testplaats te komen? Ja, dat kan. Welke klachten heb je? Nou ja, ik ben verkouden, neusverkoudheid, ik heb geen koorts, ik hoef niet te hoesten, keelpijn heb ik niet, benauwdheid heb ik niet, ergens spierpijn ook niet, plotseling minder ruiken, plotseling minder proeven, nee, ik heb andere klachten, ik heb geen klachten, nee, dat is niet zo. Verkouden. Dus wanneer heb je last van deze klachten? Weet ik niet precies. Heb je de afgelopen 2 weken intensief contact gehad met mensen waarbij coronavirus is vastgesteld? Ja. Heb je de afgelopen 2 weken gewerkt? Ja. Waar heb je gewerkt? In de zorg. Waar in de zorg heb je gewerkt? Verpleeg- of verzorgingstehuis. Wat is je beroep in de zorg, verzorger? Ben je doorgestuurd via coronamelder-app? Nee. Maak een afspraak. Weet je, als ze telefonisch niet opnemen, dan maar gewoon op deze manier. Even kijken hoor. Oh, 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 oh. Volgende. Volgende. Dan moet ik ze scannen. Geef toestemming. Allow. Inloggen. Zoek de testplaats. Nou, moet ik even mijn postcode invoeren. Teneuzen. Zaterdag 10 oktober. Jezus, dat is ook een ding. Wacht, ik ga even mijn pa bellen, want je mag. Ik ga het aan mijn tante vragen hoe zij dat heeft gedaan. Want die heeft al zo'n test gehad. Ja? Hallo? Hallo? Ik heb even een vraagje. Klaar. Jij hebt ook gewoon een coronatest gedaan, toch? Maar hoe heb jij die aanvraag gedaan? Ik moest hem nog via de gewone landelijke nummer doen, want dat had je die zorglijn nog niet, zeg maar. Oh. Nou ja, ik bel dus tot de hele ochtend die zorglijn, maar elke keer krijg ik daar te horen van, hè, een half uur later terugbellen, want het is druk, bla bla. Ja. Dus nou zit ik hem online aan te vragen. Ja. Maar de enige wat er, want dus wordt dan gevraagd of je met de auto kan komen, of dat je hem ergens kan lenen, of dat een huisgenootje kan brengen of zo. En ja. Of je in de zorg werkt, bla bla. En dan krijg ik de tijd en plaats, zaterdag 10 oktober.
In Terneuzen. Ben je dat nou? Ja. Nee toch? Ja, die kan je dan aanklikken, maar meer staat er niet. Ja, ik probeer papa te bellen, maar die zit in België vandaag. Dus die nam niet op. Ik denk, nou, ik ga maar aan jou vragen hoe jij die test dan hebt aangevraagd. Ja, maar natuurlijk ook niet. Ja, nou ja, daar heb ik ook geen fuck aan. Want ze nemen niet op. Nou ja, mocht je er wel doorheen komen, misschien hebben ze dan wel wat dichterbij. Maar je gaat het bedoeling niet helemaal naar beneden, man. Ja. Ik kan hier de wereld harden, ook zwaar, dans, hier dan, die gaan overal overheen. Ja. Ja, ik vind het ook apart hoor. In Duitsland doen we het trouwens veel slimmer hoor. Hoezo? Omdat je daar gewoon echt een snelweg, alsof je naar een benzinepomp te doen, gewoon snelweg. Goed, inmiddels is de afspraak geregeld. Ik moet zaterdag. Even kijken hoor. Het was best wel nog een gedoe dus inderdaad, want het bleek dus inderdaad zo te zijn dat het dus inderdaad de enigste open plek in, oh wacht, ik zet die even iets hoger. Dat is inderdaad de enigste, snelste bereikbare plek in, waar zeg ik nou dat was? Terneuzen was, nou dat klopt dus ook, ik heb dus inderdaad een afspraak. Ik heb er zelfs bericht over gehad. Oh, ik heb het gewoon weer benauwd. Ik heb dus inderdaad een afspraak op 10/10/2020 om 11:06 in Terneuzen. Dus ja. In privacy mag je trouwens geen, hoe heet dat? Foto's en filmpjes en dat soort opnames maken. Dus dat gaan we dan ook maar niet doen. Maar goed, in ieder geval heb ik dus de afspraak gemaakt. Wat ik nu ga doen is ik ga even mijn tv aangezet en ik ga even lekker eten. Want ik doe heel veel dingen boven omdat ik het toch creepy vind voor mijn ouders. Dus ik heb even wat eten naar boven gehaald en dat ga ik nu even lekker opsmikkelen. Terwijl ik even lekker een YouTube video ga kijken. Ik merk wel dat ik heel moe ben en nu ik echt ga nadenken van wat zijn de symptomen bij corona en wat voor klachten heb ik, ben ik wel heel snel moe en benauwend en verkouden. Dus er bestaat een kans. We gaan hopen van niet natuurlijk. Maar goed, we gaan het meemaken. In ieder geval ga ik even lekker een YouTube video kijken en even lekker eten. Goed, inmiddels heb ik echt de hele middag niks gedaan. Ik ben echt moe. Maar, ik heb ook slecht geslapen vannacht. Maar ik moet dus nog steeds de vlog gaan editen. Dus dat ga ik nu even gauw doen. En dan gaan we zometeen even lekker uploaden gelijk. Dan is dat gebeurd. Ik heb gewoon helemaal geen erg in wat ik allemaal moet doen vandaag. Het is zo'n rare dag vandaag. Het is ergens ook echt heel jammer hoor. Maar goed, ergens denk ik van mijn eigen, En de edit is gedaan. Top. Edit is gebeurd. Ik heb trouwens mijn nagels even gauw gedaan. Eventjes gewoon snel. Waarschijnlijk is het er binnen 2 dagen weer af. Maar, ja. Leuk, gezellig. Het is in ieder geval gebeurd. Dus daar ben ik blij mee. Ik ga even mijn mok halen beneden. En ik ga even koffie zetten. Want koffie is bijna op hier. En ik heb wel trek in een kopje koffie. Of de koffie beneden is bijna op. En ik heb wel trek in een kopje koffie. Dus dat gaan we gewoon even lekker doen. En we doen het gewoon lekker hier. En mijn nek is heel rood. Oh jee. Goed, inmiddels heb ik een dusje gedaan. En heb ze mijn eten boven gebracht. Hamburgers. Dus ga ik lekker eten. Ik heb YouTube opstaan. Dus ik ga lekker even eten in quarantaine. Super saai. Maar goed. Met YouTube erbij overleef ik het wel. Ik ben klaar. Met eten. Zo saai op mijn kamer.
zo ontzettend saai. Maar dit is wel top. Ik heb mijn bureautje hier gezet, dus ik kan je nu gewoon zo neerzetten en dan zo kletsen. Oh, ik verveel me, jongens. Maar ik ben ook opeens hartstikke moe. Ik weet niet eens hoe dat komt, want ik heb dus geen moer gedaan vandaag. En nog ben ik moe. En mijn moeder bracht me trouwens net een glas drinken. Lekker. Maar ik ga zo wel koffie zetten. Dat is wel het voordeel dat ik mijn koffiezetapparaat op mijn kamer heb staan. Dat is wel echt super fijn. Maar ik ben dus echt super erg aan het snotteren in één keer. Ik weet niet of dat mentaal iets is dat je denkt van, oh, nu zit ik thuis in quarantaine. Misschien heb ik corona. En in één keer lijkt alles erger dan dat het is. Of het is gewoon echt zo. Ik weet niet hoe dat kan. Ik denk dat het ook ergens een beetje geestelijk en mentaal is. maar ik voel me op zich verder wel heel moe en een beetje dat je denkt, nee. Maar op zich voel ik me verder gewoon niet slecht. Ja, het is avond, dus sowieso heb ik s'avonds nooit bijna energie. Dus dat kan wel kloppen. maar goed, maakt niet uit. Ik ga dit bord eventjes buiten de deur zetten en even koffie zetten. Want daar heb ik wel trek in. Deze energie mag wel. Dus dat ga ik lekker doen. Ik heb alleen geen melk meer op mijn kamer. Dus misschien dat ze die zo even voor me kunnen brengen. Of dat ik die zelf even ga halen met een mondkapje op. Even voor de gang van zaken. Ik kom alleen maar beneden met een mondkapje op en gedesinfecteerde handen. Zodat ik verder hopelijk geen dingen besmet. Dus ik ga eventjes mijn bord naar beneden brengen dan zelf. Even melk en suiker pakken. En lepeltjes, want die zijn ook op. En dat was het. Ik heb even trek in een koffietje met melk en niet alleen maar zwart. Dus dat gaan we maar even doen. Goed, inmiddels heb ik Ash lekker aan de lijn gehad. En heb ik zojuist lekker mijn kaarsen aangehad. En nu uitgezet, dus het ruikt hier helemaal naar vuur. Ik vind dat zo lekker ruiken altijd als je kaarsen uitblaast. Och, heerlijk. Ik heb lekker mijn kussens zo neergezet. Want ik ben lekker tv aan het kijken en met Ash gebeld en zo. Ik ben even koffie aan het opdrinken. Ik heb zojuist twee mondkapjes, of eigenlijk drie mondkapjes besteld. Super leuke. Waarvan voor mezelf één met het De Vijver logo. Super vet, alleen het duurt pas. Ze zeiden ook, ze komen pas rond 27 augustus, uiterlijke leverdatum. Dus, of augustus, oktober. Dus dat duurt nog eventjes. Maar ik heb trouwens wel mijn speciale goede mondmasker uit Brussel even erbij gepakt. Voor in huis. Dat beschermt iets meer, hoop ik. Denk ik. Ik weet het niet. Ik hoop het. Dus die heb ik gewoon lekker bij de hand. Maar jongens, ik ga zo stoppen met vloggen, want ik ga zo meteen naar mijn bed. Ja, zo meteen pas hoor, want ik heb natuurlijk vanmiddag geslapen, dus echt heel erg moe ben ik nu niet meer. Dat heeft een voor- en een groot nadeel, maar goed, maakt niet uit. Dus ik zit nu lekker YouTube te kijken en alles lekker op het gemakje te doen. Ik verveel me een beetje heel erg eigenlijk. Maar goed, dat geeft niks. Komt helemaal goed. Ik denk dat ik zo even wil gaan douchen. Trouwens mijn onesie aangetrokken. Maar ik denk dat ik zo dus even nog wil gaan douchen. Of morgenochtend. Even kijken. Ik weet het niet. Ik zie het wel. Maar goed. It is what it is. Goed. Mijn moeder heeft me zojuist nog even een flesje water gebracht. Zodat ik nog even wat kon drinken. En ik ga nu slapen. Ik heb het huis nog eens gekeken. Super leuk om het allemaal weer terug te zien. Maar goed, ik ga even nog wat drinken. En dan ga ik lekker slapen. Ik heb al mijn wekker gezet morgenochtend. Dus ik heb geen zin om uit te slapen. Waarschijnlijk ga ik 's middags toch weer liggen omdat ik me verveel. Dus dan wil ik niet te lang slapen op de dag. Dus mijn wekker staat om 7:15. En ja, ga kijken hoe het morgen gaat. Ik voel me nu redelijk. Ik ben wel moe. Ondanks ik heb geslapen. Maar goed. Ik ga lekker slapen. Nu. Maar goed. Ik zie jullie morgen. Bij een nieuwe vlog. Ik ga morgen weer proberen de coronalijn te bellen. In de hoop dat ik toch eerder en dichterbij terecht kan. Maar ik ben benieuwd. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Bij een nieuwe vlog.